Na jaren van gedogen en de andere kant op kijken, mag het vanaf 1-1-2011 wel. Wat iedereen al deed, is gelegaliseerd. Wie ooit het eerste spandoek erop heeft gehangen, ja, geen idee. Maar die heeft wel, denk ik, de toon gezet. Er hangt eigenlijk van alles. Zo van, nou, het is echt waar, pa wordt 50 jaar. Er stond gelukkig geen naam bij. Maar af en toe er zit er een tussen waarvan je denkt, wauw, die hebben erover nagedacht. Dus het was niet zo dat half Werkendam op onze receptie kwam. Legalisering betekent te vaak ook verstikkende regels. Nou, toen ik het hoorde, had ik in eerste instantie zoiets van, wat een flauwe kul. Ik bedoel, alsof er niet genoeg geregeld is. Ik dacht, we zouden gaan ontregelen. En als we ook dit soort dingen gaan regelen, dan wordt het natuurlijk wel een beetje triest. Maar om eerlijk te zijn, die regels zullen een zwaar beschadigde bruggetje moeten gaan beschermen tegen gatenboorders en spijkerfanaten. Kijk, heel veel spijkers. Kijk maar, hier hebben ze zelfs een schroef erin geboord. Dus ja, het stikt van de spijkers echt hier. Kijk maar. Daarom komen er straks want legaal ophanghaken. Waar ze die haken gaan aanbrengen, geen idee. Maar ja, er komen haken en daar mag je dan je spandoek ophangen. Welkom thuis. Maar ja, wie er welkom thuis geheten wordt, geen idee. Iedereen die naar Werkendam komt, die komt natuurlijk over die één weg Werkendam binnen. Dus iedereen die ooit in Werkendam is geweest, die heeft dat bruggetje gezien. Omdat het nu mag, legaal, wil ik graag de eerste zijn. Deze eerste poging in 2011, nu legaal, is mislukt. Omdat het ventiel van de verfspuitbus plastic was bevroren en nu afgebroken. Officieel mocht het dus niet en iedereen hing daar zijn spandoek neer, maar vergat het natuurlijk weer weg te halen. Met alle gevolgen van dien. En nu heeft de gemeente regels opgesteld. Dus ja, wie weet zorgt het wel voor een explosie aan creativiteit dat er nog meer spandoeken komen te hangen.